Ken van Ierland, gefeliciteerd. Jouw boek is net binnen in de top 3 van Management Boek. Hoe heet het boek? Data waardecreatie. Zo verdien je geld in het digitale tijdperk. Kijk, waar gaat het over? Data. Het gaat over data. Data is het nieuwe goud. Of beter gezegd, de olie. Het nieuwe olie. Het is het nieuwe goud. Waar we heel veel waarde mee kunnen creëren. Vandaar ook die titel. Alleen, daar komt wel wat bij kijken. Voordat je van data heel veel waarde kan creëren. Daar gaat het boek ook over. Van hoe doe je dat nou? Ja, en wat we zien is dat data komt centraal te staan. Maar dat is het niet. Dus bij heel veel bedrijven die beschikken over verschrikkelijk veel data. Dus niet alleen bedrijven, maar overal is het precies hetzelfde. Alleen ze zijn niet datacentrisch georganiseerd. Ze zijn applicatiecentrisch georganiseerd. Waarbij data versnipperd is over duizenden databases, met duizenden datamodellen. En dat is net als olie. Als je het niet kan exploreren, kan je het ook niet exploiteren. Ja. Dus alle moderne emerging technologies zijn allemaal data gedreven. En om daar gebruik van te kunnen maken, dus als AI of BI of robotics, ja, dan moet je datacentrisch georganiseerd zijn. En dat is eigenlijk bijna niemand. Ja. En hoe ga je die shift maken als organisatie, datacentrisch werken? Welke stappen zijn er om daar te komen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dan heb je het eigenlijk over de digitale transformatie. Ja, en een digitale transformatie is een holistisch onderwerp. En dat begint eigenlijk met de ambitie die je hebt als onderneming of als organisatie. Wat is nou jouw ambitie? Wie en wat zou je willen zijn over 4, 5 jaar? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van wet en regelgeving? Ja, dan zijn we vandaag op dit congres, gaan we daarbij stilstaan. Maar er speelt ook een bedrijfseconomische aspect speelt daarin. Hoe financier je dat nou eigenlijk? Of vervolgens zeg ik van, als je datacentrisch wil worden, dan betekent dat je door een IT-transitie heen moet. Waarbij je al je applicaties die allemaal centraal zijn opgesteld met onder al die data. Dan moet je dan gaan transformeren naar een datacentrisch operating model. En dat is wat de IT-transitie doet. En dan kom je bij het belangrijkste onderwerp uit. Dat is de mens. Ja, de mens. Van 80% van al die transformaties worden gedreven door de mens. Dus 80% van je succes wordt bepaald door de wijze waarop de mens in een organisatie daarmee om ligt te gaan. Ja, ja. Nou worden we zo'n beetje gebombardeerd met digitale transformatie. En zijn we met deze onderwerpen natuurlijk al zo'n beetje in de afgelopen 10 jaar constant bezig. Ja. Dus bedrijven doen het al, zou je zeggen. Maar volgens jou, hè, volgens jullie methodiek uit het boek, en de mensen moeten dat ook kopen zodat ze het kunnen doornemen. Maar volgens jou en de andere auteurs, want jullie schrijven dit boek ook met meerdere mensen, zou dat echt anders moeten? En je zegt net, de mens staat dan daarin centraal. Terwijl, we weten allebei, hè, al die legacy systemen, al die tech systemen, al die tech afdelingen. Vaak gaat het eigenlijk veel meer om IT in plaats van de mens. Hoe kijk je daar tegenaan? Je hebt je goed ingelezen in het boek. Ik zit er al 16 plus jaar in. Ken van hier, dan jij moet je inlezen. Dat zou kunnen. Ik heb het zelf geschreven, maar dan ga ik het ook lezen. Nou ja, het is een goede opmerking, een goede vraag ook. Kijk, wat we zien is dat die digitale transformatie, zoals die plaatsgevonden heeft voor COVID-19, waren eigenlijk incrementele, iteratieve processen gedreven door IT. Ja. Het waren eigenlijk allemaal gekidnapte IT-projecten. En wat we zien is dat heel veel leveranciers, maar niet alleen leveranciers, maar ook IT-afdelingen binnen bedrijven, hebben dat hele verhaal eigenlijk verpakt als zijnde digitalisering. Het zijn gewoon gekidnapte IT-projecten. En ik noem dat ook de valse profeten van het innovatietheater. Die alleen maar zeggen, u moet gaan digitaliseren. Maar waarom moet je dan digitaliseren? En zoals wij ernaar kijken, is dat we zien dat al die digitale transformaties, wat heeft het opgeleverd? Stoomtrein versie 2.0. Zo'n herhaling van zetten van het verleden, wat verschrikkelijk veel geld heeft gekost, heeft geleid tot enorme waardedestructie. Veelal zie je dat al die transformaties hebben geleid tot incompliantie met wet en regelgeving. En wat wij beschrijven in dit boek, is dat ze zeggen dat digitale transformatie 4.0, dat geeft het al aan dat het disruptief is, dat je daar heel veel waarde mee kan creëren. Ik bedoel,
exponentieel veel waarde kan creëren. Want het bijzondere van data is dat data eigenlijk gestolde kennis is binnen bedrijven, maar ook stil geld is binnen de ondernemingen. Nou, we leven nu in een tijd na COVID-19 dat er eigenlijk geen tijd en geen geld meer is. Dat heel veel bedrijven niet meer het werkkapitaal hebben om nog eens een keer de stoomtrein 2.0 of 3.0 uit te gaan vinden en big time te gaan investeren in grote IT-projecten. Maar dat men op een andere manier die onderneming neer moet gaan zetten. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor bedrijven, maar dat geldt ook voor overheden. He, daar is de problematiek eigenlijk nog veel groter dan het bedrijfsleven. Nou, in dit boek beschrijven wij hoe doe je dat. Ja? Hoe doe je dat nou op een hele pragmatische wijze, dat je van applicatie naar datacentrisch gaat, je hele organisatie daaraan meeneemt, zorgt dat je binnen de notion of accountability blijft van wet en regelgeving, maar ook een heel interessant financieringsvraagstuk. Hoe kan je dat nou financieren op een cashflow-neutrale wijze, dat je dus het stille geld dat in je organisatie zit weer tot leven gaat brengen om uiteindelijk zo'n transformatie te financieren. Want als je dat cashflow-neutraal kan doen, heb je geen cash-out. Ja. Ten tweede is het dat je er heel veel waarde mee kan creëren in de zin van dat je operationele cashflow aanzienlijk kan vergroten. En dan komt het meest interessante gedeelte eigenlijk van de digitale transformatie 4.0 gefocust op data. Dat als je cashflow jaagt over data, dus over een databank, betekent dat de onderliggende balanswaarde van je onderneming in DCF kan krijgen tussen de 15 en de 25. Terwijl traditionele bedrijven eigen DCF hebben tussen de 3 en 6. Dus de onderliggende waarde wordt aanzienlijk veel groter. Nou, dat betekent voor bedrijven in de private sector dat je dus heel veel geld kan gaan verdienen, heel veel waarde kan creëren in je onderneming. Maar wat nog veel interessanter is, dat in overheden, we hebben uitgerekend voor de Nederlandse overheid, dat je heel veel stil geld kan mobiliseren om diensten aan te kunnen bieden naar de burger, waarmee je miljarden aan waarde kan creëren. Nou, dus dat betekent dat wij economische modellen hebben ontwikkeld die eigenlijk gaat over de digitale immateriële activa-economie. Een hele nieuwe economie waarbij ondernemerschap, entrepreneurship, gebaseerd op emerging technologies, die gebruik maken van data als de nieuwe bron. Dus dat je met die bron ongelooflijke waarde, materiële en immateriële waarde kan creëren. Je noemt ontzettend veel aspecten en dit gaat natuurlijk ook over mindset. Dit gaat over alle stappen die je zojuist noemt, processen enzovoorts. Keeping the human factor in IT als algemeen thema. Maar kritisch dan, Ken. Wat is dan de macht van alle grote techjongens die we hebben in dit hele verhaal? Nou ja, die macht is natuurlijk heel groot en die wordt ook groter. En interessant is om te zien dat je die hele grote platformen als Google, Amazon, Microsoft en zo zijn er meerdere, die zijn allemaal zo machtig geworden omdat zij een multi-sided platform hebben gebouwd wat datacentrisch is. Daarmee zijn ze in staat om alle profit pools in de markt over tal van sectoren leeg te eten. Dus in de banking of in verzekeringen of in retail, het maakt niet uit. Zij zijn in staat om met een cost to serve, die factor 4 tot factor 8 lager ligt dan de incumbent players in de markt, om daarin te gaan opereren waarmee ze eigenlijk de consument, het individu, massaal naar zich toe gaan trekken. Ik kan me voorstellen dat overheden en incumbent players dat bedreigend vinden. En wat doen wij dan in Europa? Dan gaan we de politieke kaart spelen en dan gaan we bashen. En dat deed Wisse Dekker ook in de tijd toen de Japanse elektronica fabrikanten op de markt kwamen. Wat deed Wisse Dekker? In plaats van te concurreren, ging hij naar Brussel om te zorgen dat hij kon fiscaliseren. Dus met wet en regelgeving partijen tegenhouden. En dat zien we dus nu ook uit Brussel komen, is dat we dus het gevecht aan willen gaan in plaats van dat we partijen gaan omarmen. Mm. En het mooiste voorbeeld zie je wel is dat, bijvoorbeeld landen als Israël, die zitten eigenlijk op dezelfde route als wat je ziet in Silicon Valley. Zij leveren geen grote platformen, zij leveren halffabrikaten. In alle mogelijke civiele sectoren. En daarvan hebben ze op dit moment al 125 eigenlijk als een unicorn naar de beurs gebracht in Amerika. Waarvan 90% van het kapitaal terugvloeit naar Tel Aviv. En dat wordt allemaal geïnvesteerd in innovatie.
Dus de innovatie moet komen vanuit ondernemerschap. Moet vanuit het individu komen. Moet komen vanuit risicodragend kapitaal. En dat is niet wat wij hier doen. Wat wij doen, staatskapitalisme, subsidiëren van innovatie. En daarmee creëer je geen innovatie. Want in Israël is het zo dat 68% van alle start-ups overleven de eerste 2 jaar. Ja. En in Nederland is dat 15%. Ja, ja, ja. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Deze boek. Gaan we sowieso dat doen. Dat heb je eigenlijk al voor een gedeelte gedaan. Uiteraard, uiteraard. En tot slot, ik wil wel nog even dit aan je vragen. En dan ook vooral voor onze kijkers. Als er één ding is wat mensen moeten weten uit het boek of gewoon algemeen nu over datacentrisch werken, wat zou dat zijn? Dat het doable is. Dat de aanpak bedrijfseconomisch bijzonder interessant is, maar ook dat het werk voor mensen veel leuker maakt. Omdat je datacentrisch gaat werken, ga je mensen mobiliseren in je bedrijf om mee te ondernemen. Waarom? Omdat 90%, misschien wel meer, van de mensen in het bedrijf allemaal goed opgeleid en intelligent zijn. En die mensen die moet je mobiliseren om juist met die moderne technologie, vanuit een hele slimme aanpak, om het werk veel leuker te maken, maar ook veel profijtelijker te maken voor de bedrijven waar ze voor werken. Dat is de mooiste uitkomst die ik vind in het datacentrisch werken. Dankjewel. Graag gedaan.